de vorige aflevering zag je het tweede deel van onze oversteek naar Frans-Guyana. We hadden in het laatste stuk veel regen, scheurden de genaken nog maar eens en gingen uiteindelijk 's nachts voor anker bij Île du Salut. Kijk, daar lagen we vanmorgen nog voor anker. Nu liggen we hier aan een mooring buoy. En dit is Île Royale. En dat gaan we nu eens eventjes een beetje bekijken. Nou, we hebben net eventjes gekeken, maar in 1,5 uur kan je helemaal het eiland rondlopen. Dus het is een wandelpad, zeg maar. 1,5 uur het eilandje rond. Nou, dus dat betekent dat we niet gelokt kunnen worden in een of andere wandeling van 20 kilometer. Dat is ook wel weer fijn. De Île du Salut zijn een Franse eilandengroep voor de kust van Frans-Guyana. Die bestaat uit 3 eilanden, Île Royale, Île Saint-Joseph en het kleinste, maar het bekendste Île du Diable, Duivelseiland. De eilanden zijn van vulkanische oorsprong en liggen voor de kust ter hoogte van Kourou. De eilanden zijn beschermd als natuurreservaat. Na de rampzalig afgelopen poging tot kolonisatie door de Fransen op het vasteland in 1763 werden de overlevenden tijdelijk ondergebracht op de eilanden. Het klimaat daar, zonder muggen, was gezonder dan op het vasteland. Later werden er gevangenissen gevestigd. Dit is het kerkhof van Île Royale. En het was weliswaar een soort gevangeniseiland, maar hier werden de gevangenen niet begraven. Hier werden de kinderen en vrije medewerkers, zeg maar, begraven. En de gevangenen die doodgingen, die werden gewoon in zee gepleurd. Verzwaard met stenen. Dus ja, dat is ook een oplossing. En het argument was dan omdat het, ja, je hebt gewoon niet zo heel veel gebieden waar je hier kan graven. Dus, nou, dat is wel een punt, hè. Dus mocht je toevallig op Île Royale komen te overlijden, dan stop je ze in een zak, de stenen erbij en hop, over de reling. Zo gaat dat. Het jongste graf hier is trouwens van 1942 was. Het is niet zo heel lang, nou, bijna een tijdje terug. Niet super lang geleden. Zullen we er nog een paar duizend tegenkomen? Maar hier loopt een aapie. En daar zag ik er nog een. Nou, vanmorgen lagen we nog daar voor anker. Nee, aan een boei, sorry. En vanmiddag lagen we daar voor anker, maar inmiddels zijn we 200 meter naar achter geschoven. Waarschijnlijk omdat gewoon de zeebodem niet zo goed houdt. Maar hier liggen we prima. Dus we gaan nu eens op het eiland kijken of daar wat te beleven valt. En hoewel het regent, maar het regent nu eigenlijk heel weinig. Vergeleken met net even. Dat is verschrikkelijk. We mochten namelijk daar niet blijven liggen. Beetje jammer. Nu gaan we daarheen. Nou, daar hebben we Evita achter kunnen laten. Pet bindt er nog even vast. En daar ligt onze Eva. Ik kan bijna niet zien, denk ik. Zo ver weg. En nu gaan we eens
op het eiland kijken. Het regent nog steeds. Dus, superleuk. De vraag is nu of dit een pad of een rivier is. Er stond op het bordje dat het een pad was. Maar ik heb de neiging om te denken dat het een rivier is. Je komt hier ook overal koopsnel tegen, zie je? Dat eilandje daar is Île du Diable, dus het duivelseiland. En daar zie je Île Royale. Met name Duivelseiland werd gebruikt als gevangenis voor politieke gevangenen en gevangenen die als staatsgevaarlijk werden beschouwd. Het is behalve verboden ook vrijwel onmogelijk om daar veilig aan land te komen. Vluchten werd onmogelijk beschouwd. We hebben net een kokosnoot gevonden en zelf helemaal uitgepeld. Ik had gelukkig een zakmesje bij me. Nou, nooit, maar vandaag wel. En verse kokos, dus gaan we lekker snoepen. Dus kokos, is er weer uitgedronken? Ja, we hebben eerst kokosmelk eruit gedronken. En nu gaan we hem opeten. Precies dat. Vitamintjes! Huh? Oh, gadver, naar de Luskie. Het ziet er wel goed uit. Lekker. De Île de Salut zijn bekend van onder meer de filmklassieker Papillon over de ontsnapping van Henri Papillon Charrière uit de gevangenis die zich op de eilanden bevond. De eilanden zijn tot 1947 in gebruik geweest door de Fransen als gevangeniseilanden omdat de gevangenissen in Frankrijk overvol zaten. Bovendien werden de gevangenen uit de Franse koloniën hier opgesloten. De gevangenen leefden onder erbarmelijke omstandigheden. Ze zaten in kooien van zo'n 1,5 bij 2 meter met enkel dikke muren en geen plafond of dak. In de open lucht dus, maar wel met tralies ertussen. Het regime was extreem. Er mocht bijvoorbeeld niet gepraat worden. Vele gevangenen overleefden de Île de Salut niet. Île Saint-Joseph. Dat. En nu gaan we weer naar Eva. Nee, dus doe ik dat. Zo, daar. Ongeveer op dezelfde plek ligt ze nog. Echt, hè? We zijn ongeveer 200 meter verschoven. Niet sinds we weg zijn gegaan, hoor. Eva, laat ons niet achter. Kom eraan, kom eraan. Precies. Na dit indrukwekkende bezoek vertrekken we richting het vasteland van Frans-Guyana. Op naar Saint-Laurent. Dat ligt daar ergens, maar dan 100 mijl verderop. We varen nu richting Saint-Laurent de Maroni. Dat is aan de Maroni-rivier. Dat is de rivier die Suriname en Frans-Guyana. De grensrivier. En aangezien we daar met daglicht willen aankomen, varen we nu de nacht door. En dan zullen we waarschijnlijk ergens vannacht, daar voor het begin van de rivier, want ja, zo loopt dat nu eenmaal, voor anker gaan. En dan morgenochtend met eerste licht moet ik blijven staan. Morgen met eerste licht gewoon verder gaan. Dus, dat is een beetje zoals het gaat waarschijnlijk, naar de grensrivier. En de wind, we hadden vanmiddag nog wel een aardige wind. Maar, ja, die is nu een beetje weg. Dat is dan
We hebben nu nog 4, 5, 6 knopen wind. Ja, dat schiet niet op. Dan gaan we helemaal niet meer vooruit. Pardon? Oh, je hebt het ook. Dit is trouwens de zonsondergang. Hebben jullie het ook nog even meegekregen? Hoe leuk is dat? We zijn zo'n beetje bij de monding van de rivier. Daar zie je al een rode boei. Maar er liggen er meer van. Nou, dat is lekker. Kunnen we met licht de rivier opvaren. Is misschien niet helemaal goed te zien, maar daar achter ons ligt een krokodil of een zoutwaterkrokodil moet het zijn. Kan niet anders. We voeren er bijna overheen en toen we er bijna overheen voeren, dan zwom die in één keer weg. Dus en toen, ja, toen zagen we. Maar ik denk dat ik de pokken even niet van het onderwaterschip ga afschrapen nu. Ik twijfelde nog, maar nu weet ik het zeker. Nee. Ja, daar is de ingang van de rivier. We gaan nu maar weer verder, denk ik. Ik dacht eerst dat het een boomstam was, maar nou, dat was dus niet. Dit is dus de reden waarom we met daglicht de rivier op willen varen. Er is hier dus net een visser vlak voor ons. Die heeft een drijfnet eruit gegooid. Het is dat ik die witte drijvertjes zag, maar ja, als het donker is, zie je die natuurlijk niet. Dus die visser die vaart daarvoor. En dan gaan we nu proberen aan de rechterkant langs te gaan. Zodat we ze net missen. Dat is voor ons allebei leuk, denk ik. Patrick die houdt voorop even de wacht. Altijd fijn, twee baarden, tweede setje ogen. Nou, we hebben even een babbeltje gemaakt met de vissers. Die waren helemaal enthousiast dat we helemaal uit Nederland waren gekomen. Oh ja. Nou, hier liggen geen netten meer, zeggen ze. Dus dat is mooi. Dit is dus de Maroni rivier. En aan deze kant is het Frans Guyana. En aan de andere kant, daar, dat is Suriname. Dus, maar daar gaan we over een paar dagen heen. Tenminste, ja, niet daar, en dan een riviertje verder. Even om te vieren dat we aan de overkant zijn. Kijk, daar gaan ze. Champagne. Niet gewoon in de mok? Ik heb geen champagneglazen binnen. Nee, nog steeds niet. Okay. Ik wou het graag zo houden. Geef. Ja. Santé! Santé! We made it! Cheers! Op het leven! Proost! Ook nog. Heerlijk. Cheers. Oh, het doet deugd. Lekker toch? Ja. Saint Laurent du Maroni. En ja, dit is de hoofdstraat, denk ik. Ah, dat weet ik niet hoor. Hier zijn we aan land gekomen. Daar. Daar is een soort dinghy dock.
slot is open. We hebben even boodschappen gedaan in Saint Laurent, zoals toiletpapier. Super noodzakelijk. En wat andere kleine dingetjes. En het slot dus laten openslijpen. En nu wandelen we even terug en we zijn nu echt door de betere wijk aan het wandelen. En daar lieg ik geen woord van hoor. Dat klinkt een beetje ironisch, sarcastisch misschien, maar dat zeg ik niet. Kijk. Dit zijn gewoon serieuze huizen. En daar ook. Echt een betere wijk. Net meer aan de rivier. Daar waren het meer de gestapelde huisjes, zeg maar. Flats noemen ze dat. Met heel veel schotels en mensen ervoor. Ja. Het zag er minder gezellig uit, laat ik het zo zeggen. Super netjes hier. Kijk, de Maroni rivier met een zonnetje, dat zien we niet vaak. En nu gaan we de was en het afval wegbrengen. Dus, die meneer van de haven die regelt alle was, dus dat is super. Evita laten we weer netjes achter. We hebben een nieuw slot. Afval gaat kun je gewoon op de hoop gooien waarschijnlijk. David van de marina regelt al het papierwerk om in en uit te klaren. Sinds 2012 heeft hij hier een kleine marina waar hij alle benodigde diensten voor bezoekende boten regelt. Alles wordt vlot geregeld, we kunnen de was laten doen en ons afval achterlaten. In de volgende aflevering zie je ons bezoek aan de gevangenis in Saint Laurent, varen we door de jungle in Frans-Guyana en nemen we afscheid van Marté. Daarna zeilen we door naar Suriname. Wil je op de hoogte blijven van de reizen van Eva? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief, volg de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!